Start. Mooi, we zijn aan het opnemen en foto start. Ik ga met de vijf op. Gaan we gewoon 8 man, dus de helft van de server is beduren. Koekwater. Dat kan toch niet anders dan dat we gaan winnen nu? Dat kan toch gewoon niet. Ja. Ik heb Bogenfrans ja. uitgenodigd, dus we gaan niet winnen. Nee. Geen andere vrienden van mij. Ik weet niet, dat Bogenfrans wel heeft meegereden met de Clio eigenlijk. Ja. Ja, ja, jawel, jawel, jawel. Je was ook daar is hij gewoon snel. Dat weet ik nog. Maar niet zo snel. Snel, maar niet zo snel. Nee, het is geen 3 seconden per ronde zoals dat bij die andere klassen allemaal wel is. Koekwaus. Maar dit gaat drama worden, want dat was niet te doen eergisteren. We'll see in het filmpje. Want ik stuurde gewoon door links loslaten, links loslaten, links loslaten. En dat gaat nou niet meer. Dan moet ik echt op gevoel sturen. En daar... Oh. Staan. We gaan hier met 3 in elkaar ofzo? YOLO. Ja. Dat betekent dat je heel raar maakt. Iemand anders aan het top. 9 minutes to get the job done. Ik your brakes are cold, let's get some heat into. Ik zie hier geen hole. Jee. Okay. Oh, wacht. Ja, ja wacht. Het gaat hier al niet goed. Sorry, my bad. Is stond er hier stil? Ik ja, ik heb al wat contact. What the fuck doet mijn right trigger nou niks? Wacht. Ah. Wacht. Unsafe exit. Ik weet niet wat dat was, maar dat was unsafe exit. Oopsie. Kouwbanden maar. Oh, die zilveren Clio ziet er ook al mooi uit. Awesome. De settings die staan nog goed, dus daar ligt het niet aan. Dat komt sneller. Eens even kijken, gaan we weer. Controls. Los gaan die mijn ogen mannen. Blijven wel veel koud, hè? Ja, maar die blijven niet de hele tijd koud of zo? Lijkt er wel nog bijna. Min de vorige keer ook, het is al herfst, hè? De blaren vallen. Aha. On your left. Bij u vallen ze allemaal. Clear left. Ik krijg van de weg af, homo. Ja, dan moet hij iets voor mij zien te doen. Dat is ook klaar. Het lijkt gewoon alsof dat hij nou met een controller ziet als een toetsenbord of zoiets. Oei, dat is ook niet de bedoeling. Hoe kunnen ze zoiets simpels als een controller om zeep helpen? Dat moet je mij eens vertellen. Ja, dat is een hele goede vraag. Hè. Alleen Paul kan dat. Mijn trekkers doen niks. Analoog of zo? Ik vrees het. Analog off. Oh, moet analog niet ontstaan? Even kijken. Ik
51.37. V2. Even kijken. Trots. Car right. Play right. We gaan het gewoon eens proberen. Ik ben weg. Ah. Kijken wat hij doet. Waarom staat René stil? Omdat ik jullie voor wil laten gaan. Ik kom net de pits uit. Koude bandjes. Okay, Mark. 5 minutes to go. 5 minutes left. Sorry wie het ook was. Olle, come on! Waarom slip ik nu van die weg af? We need to watch the track limits. Omdat je te hard rijdt, hè? Kom maar, René. Jo, dankjewel. On your right. Play right. Seeing right from locking into Telemann Bocht. Ah, shit. Oh, fuck. Oh. Oh my. We zijn rondjes aan het rijden, jongens. Hey! Progress. Kijk. PC-problemen. Oh, nummer 1 valt al uit. Ik ga even rebooten, hopelijk op tijd terug. Succes. Dat is al scherp, man. Ja. Break temperatures look good. Ja, die gaat altijd naar 1-2 frames per seconde. Oeh, dat is behoorlijk weinig. Nou, ik snap het niet. Ja, maar spelen vals, dat zijn er 3 beduras. 8 beduras. Sector 2 is 3.3 seconds off the pace. The leader's just done a 150. 2-0. That's 2 minutes left. Ja, Luc, jongen, doe dan eens gek, hè. Hij is gehaast, hij is gehaast. Ja, hij is gehaast, hij moet nog gaan hooien vanavond, denk ik. Inderdaad. Mooie taak, Luc. Ik weet niet, ik heb eigenlijk totaal geen referentiepunt hier. Ja, 1.50, alles in 1.50 is goed. Beter het vertrouwen, ik hoor het al. Ja, ik heb al een seconde laten liggen, dus. 3.1, off the pace. Dus... Maar het blijft een scherpe tijd. Oh, kijk, mooi. En nou voor knalken, dus dat wordt hem, Luc. Gefeliciteerd. Ja, dat ga ik niet meer redden, denk ik. Ik ga niet binnen 1 minuut 50, dat was hem. Ja, netjes gereden. Maar ik denk dat ik die tijd voor Luc zou kunnen halen, maar de tijd is op. Dus netjes gedaan, Luc. Heel leuk. Kan maar al eens, hè. Heel mooi. Nou, ik had niet veel sneller kunnen, weet ik zeker. Er zat niet veel meer in. Maar de vraag is 2.9 seconds off the pace.
Nee, nevermind. Ik heb een redelijk oké rondje gereden, maar daar is ook alles mee gezegd. Ik mis echt de precisie. Maar die tijd naar René, ja, dat zit er zeker nog wel in, denk ik. Maar ik ga hem geen kwartier op de baan kunnen houden, dat kan ik nou al vertellen. De leader has just done a 149.71. Goed bezig, Luc, jongen. Last lap time is a 155.84. Luc, je mocht gaan werken, hè. Stay. Ah, 49.7, die had ik niet gered. Ah, ja, ja, ja. Oh, Cliff doet niet aan Apex, hè. Nope. Maar wel een grasmaaier. Ik heb tot 2 uur mogen slapen, misschien. Of hij half 2 mogen slapen, misschien dat dat wel iets geholpen heeft. Ah, dat is een hele mooie dag, 49.7. Oei, oei, oei. Moet nog gewend worden aan het stuur. Ah, we zijn in ieder geval snel als Mark. Wat? Serieus? 1.53.5. Nice, maar 4 seconden sneller als jij maakt. Fucking hell, man. Ben ik echt zo slecht. Oh man, 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 man. Ik ga Tomb Raider spelen, ik ben het zo bij. Ja, maar Mark. Goed bezig, jongen. Want gewoon, ik heb in uw streamen met Erik ook gezien, je moet je iets meer focussen op je ingangen van je bochten. Je gaat altijd aan de verkeerde kant van de baan. Ja, je rijdt altijd vanaf de binnenkant de bocht in. Je moet meer naar de buitenkant vertrekken. Moet van buiten beginnen en dan pas insnijden. En ook eerder op het gas als je dan de bocht uitkomt, want dan ben je te voorzichtig. Ja. Het probleem is dat ik met die controle moeite heb om binnen de lijntjes te kleuren, als ik het zo mag zeggen. Hè. Mm-hmm. Ik heb echt nog moeite om op de weg te blijven soms bij. Er is een oplossing voor, een eerlijkheid Nee, ik weiger het. Ik weiger... Vraag dan maar aan Ingrid. Ja, Cliff, moet dat nou echt mijn tijd nog net verbeteren? Moet dat nou? Sorry. Ja, sorry. Moet dat echt? Hij zegt zo, kun je hier een valse start hebben? Zeg je Sheryl dat nog niet? Nee, als je wil dus niet. Nee, ik denk het niet. Oh, Germ. Nou, Dat is jammer. Zo. Is jammer. Wat een tijd, man. 1.49.7. Oei, oei, oei. Ja, een race is lang, hè? Ja. Waar zit het? In de eerste bocht, de tweede bocht, overal. Ja, wel een beetje. Uur. Uur. Sector 2, minutes. You really need to get on with it. Let's do this shit. Nou, hè. Ga met die banaan. Dat zeg ik dan. Want dat is wel een banaan, deze auto. Weer een racer. Oké. Okay. 15 minutes. You'll need to get on this. Dat is voor morgen. Get ready. Succes. Gecondoleerd al en sorry voor de eerste bocht. Go, go, go. Hoe is dat hier? Die staat in stil. Stond erin, stil aan. Ja. Hallo. Deze keer was het niet mijn schuld. Ja, ik sta hier vast. Nee, dat was iemand die dacht voor mij in te gaan haken. Ja, daar kon ik niet ontwijken. Hallo. Ja. Oh, sorry. Oh, Cliff. Car left, clear left. Godverdamme, 20 seconden al achter. Good start, mate. Nice one. En nog meer service kunnen inhalen. Zie de Mark, je moet rechts rijden voordat je de bocht instuurt. Ja, kijk. Ja, dit wordt een achtervolgingsfase. The gap to Paul behind is now 0.9. Daar ging ik even heel ongecontroleerd de chicane door. Ik krijg penalties voor wie dat veroorzaakt heeft. Jij moet op mijn filmpje kijken, ik. Dat is gewoon één groot drama daar.
Ja, maar 13 is mijn favoriet nummer, dus mijn lievelingsgetal. Even, als je zou eens terug in de buurt zit en je wilt voorbij, gewoon even roepen naar jongen. Ja, als ervan. Zit ernaast de mark. Zie het. Still there. Clear left. On your right. De snel ging toch niet door de bocht? Still there. Nee, maar je zat wel op de racelijn, dus je moest even iets doen. Clear right. Nee, ik heb nummer 11 aan. Oh, dat was niet mijn schuld, dat kan niet. Nee, nee, dat was ook niet mijn schuld. Dat is gewoon mijn gebrek aan controle. Meer is dat niet. Niet buiten houden die hoek, maar... Je moet nog gaan hooien op een zeepoort. Yep. Ja, voor mij is ook snel hoor. Oh. Mag nou niet fout, die heeft een mooie start genomen. Car left, clear left. Well done Mark, good pass, nice front. Probleem is, ik ben de gewend van mensen voorbij te steken. Ik mis mijn stuur. Hold your line. Dat snap ik. Hold your line. Clear right. Right side. Clear right. Leader's just done it. 149.904. Nee. Oh ja! Right side. Dat was op twee wielen. Right. Klip. Yep. B9, sector 1 is 3.4 seconds off the pace. Yes, 12 then. Ai ai ai. Cool, yes. Ik dacht, ik ga nog even slipstreamen. Allemaal fout. Iets te diep. Volgens. Dat zei Pozen, maar... Oké. Denk aan Kermit, Mark. Line was too long. Okay, Mark, 10 minutes to go. That's 10 minutes left. Een remfoutje. Ik zeg het. Beetje te diep. Ja. Sorry. Daar heb je wel je beetje te vroeg. Ja, ik was bang voor die voorbocht nog. Ik zat nogal dicht bij u. Ja, risico van het vak, zeg maar. Oh, leren. Wat zit er aan het volgen? Blind. The gap to Paul behind is increasing. It's now 3.1. Come on, man, keep pushing. That's your fastest lap today. Yeah, yeah, it's the pace. Basic, man. Nee, dat was niet zo heel goed, hè? Zag er professioneel uit. Ja, professioneel de zand op, ja. Allee. Met twee breed door de chicane, of wat? Zalig. Sorry? Met twee breed door de chicane. Ja, dat was gaaf, hè?
Dat is mooi, dat lukt niet meer hoor. Een GT3 of een Formule 2. Nee. Hold your line, clear right. No, no, it's sweet. Come on, Mark. Keep pushing, we might get him back. The car in front of us is now Paul. Maak me nog niet nerveus, jongen. Hoe kan ik dat doen? Want dat wil ik dan. 49-2. Je wacht, dus je zat dus juist kort op, jongen. Ja, dat weet ik. Ik durfde niet vroeg te remmen, want dan ging het mis. Dat is nog redelijk oké. 51-7. Oh. Hoor dat? 1-51, echt. Het begint te komen. Gap 2, Paul, ahead is now. Dat is iets wat we als Paul nooit wil zeggen, Mark. Oh god, dat is zo makkelijk, dat is zo. Oh shit. Man, man, man. Zo met mijn concentratie halen. Ja. Nee, goed zo. Dat is wel. Die is ook niet traag die tussen ons in zit, Luc. Nee, nee. Allemaal. Ja, controle missen, dat zeg ik toch? Wat doet die nummer 1 na? Ja, die is stilgevallen. Ja, die staat met zijn lichten te knippen. Ik vind het niet erg hoor, dat die... Ik ga ook maar virtueel, want winst. Oké, Mark, come on, stay focused. Apex is an exit. Apex is an exit. 5 minutes remaining, 5 minutes left. Elke keer bij de chicane in snijden zit hij zo dicht bij me. Die, ja, ja. Niet normaal, die heeft daar een beetje snel. Dat heeft nog niet kenbaar. Hier rijdt hij wel veel harder er voorheen. Oh. Ging net goed. Ja, maar van niet al niet tussen man. Jongens, ik ga dat zelfs nee, stoppen, want het is gewoon één groot drama hier. Oh, no probleem, Luc. Succes. Sweet pass, mate. You need to push if we're gonna hold this position. Goed, ik krijg het niet opgelost. Oei. Ik ga weer van deze increase to 12. Oké, succes. 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 Oh, we hadden maar 8 kunnen zijn vandaag. Ja, sorry. Daar kun je geen niks in doen. Nee, het is allemaal, het is allemaal Paul's schuld. I'm damn proud of it. Ja. Oké. Eighth place.
Maar dat ben ik spannend. Ja, ik schijt daar hoor. Mooie bak. Mooi gedaan, Luc. On your right. Ja, geen idee dat hij in is. Ik dacht snel was. Still there. Dacht niet dat hij ging lukken. Right. Don't give up. Keep him under pressure. Car right. Clear right. Dit is een rotgas. Hopo. On your right. Clear right. Wat? Ja, je schoot me gewoon voorbij. Ja. Ja, en omdat ik een beetje uit moest wijken, was hij illegaal, dus ik moest hem teruggeven. Ja, ik zag het. En in de eerste heeft nog geen penalty, ja. Just 2 minutes left, 2 minutes nee, to go. Is Google weg. Ja, ik heb toch een stuk van mijn 30 seconden achterstand goed gemaakt. Met Ja, dat is netjes. Kom maar toch. 1,51. Ik had met twijfelen. Hij remde even, hij ging ineens een pak trager. Ik denk dat ik hem nou door heb, de Chicano in de Clio. Ik deed hem gewoon na. Gewoon in z'n 3 vol gas eroverheen. Ja, ja, op gas erdoor altijd. Ja, op gas. Als hier ook een truc op gas erdoor. Ja, hier gaat hij ook aan erdoor, maar ik zat hier even niet helemaal super. Clear left. Ik durf het niet met de controle, Mark. Ik durf het niet. Maar de stuur was ik er echt voorbij geschoten, jongen. Het stuur zat ik al onder voor mij. Ook schok van hem, zeg. Ik denk daar gaan we. Ah, shit, nee. Godverdomme. Oh, we moeten nog een ronde zijn, schot. Ja, ja, het is nog een rondje. Are we there yet? Dat was helemaal fout. Nou ging die goed, Luc. Nou ging die goed. Dus dat is nog een drijf. Ik haak Mark zelfs niet voorbij, man. Laten leven, want ik denk, oeh, dat gaat mis. Maar netjes gedaan, Luc. Ja. Moest je inhouden voor mij? Ik moest over de curb de weg. Oh. Dus ja, was jammer. Ik moest hem sowieso teruggeven. Oké. Okay. Zitten we weer hier, Mark? Ja. Nee, de eerste heeft dan wel heel mooi gereden, amai. Dat dacht ik al. De stress weg met de wiel. Dus je hebt geen foutje gemaakt. Ik schrik van Mark, Friske rijdt mij van de baan. Oh, bitter. Oh, shit, man. Ja, ik moet een positie afgeven. Ja, dan moet je even wachten tot ik aankom, jongen. Poeah. Netje gereden, Luc.
dat was een leuk race. Ja, dat was on the ragged edge. Zo, ja. Hoeveel tijd heb jij gereden? 1.49.2. Mooi. Doe maar, hè. 1.49.3. Oeh. 3.9. Netjes, dichtbij. En mijn potential was een 48.1, maar ik denk dat ik daar eens een bochtje heb afgesneden ofzo. 48.3, ja, dat denk ik ook. Dat klopt niet. Nee. Paul, je hebt de doelstelling bereikt, jongen. Je zit voor mij geëindigd. Nou, we zijn er nog niet. Ah, dit was gaaf. Ja, dat was een mooie. Ja, en daar heb ik het jammer genoeg al opgegeven. Ja, nou ja, je hebt toch een mooie race gereden, toch? Lekker, die nog goed. Ja, ik ga voor Mark eindigen, jee. En nog voor Frisky. Oeh, ik ga wel voor u. Ja, maar ik heb 2 seconden penalty. Jammer, dan nog. It's over. Bring it back round. Leuke race gehad met die beerracer. Zo grappig. Oh, sorry! Ik heb met Luc. Dat was echt genieten. Ik ben heel even terug. Dat was wel goed dat de ritme start te volgen van in begin. Doe me, ik had 9e kunnen eindigen. Ja, ik had 4e. Ik zit op 14e ervan af. Ja. Maar ja, niks aan te doen. Ik weet niet wat er met die ene op een gegeven moment gebeurt, dat hij ineens stopte met racen, want anders is hij bij 30 en 40 geweest. Hè. Nou ja, met die eerste was ook snel. 1.49.5, zie je, we zijn sneller als die mannen en toch doen we, hè. Niet consistent genoeg. Mooi, mooi. Goed heer, het was erg gezellig. Yes. Ja. En, je kunt het zonder dat ik niet langer kan blijven, maar duty calls of zoiets. Ja. Yep. Hey, werkt in ieder geval. Ja, dankjewel. Geniet er nog van, kinderen. En veel succes. Thanks. Ja, dank u. Je moet lang over proberen. Als er in de qualifying niks wordt, dan kunnen we alsnog kappen. Nu herken, nu weet ik u herken. Nu herken ik u ze, Paul. Blijven dan. Blijf gewoon met je pijlen op. Zoiets. Jo, en dan zal u. Ja, bye bye. Loop.net experience. Verbrak verbinding. Moest je op Peter wachten? Die komt toch gewoon mee in de qualifying? Ja, dat is ook waar. Zeg, Mark, nu ben ik weer slecht verstaanbaar. Ja, ja, je maakt heel veel achtergrondlawaai ook. Uw microfoon neemt meer omgevingsgeluid op dan uw eigen stem. Ik snap het, een verleden keer was dat zo. Maar zit die kabel wel te groeien? Ik draai zo wel eens aan mijn geluidskabel wel eens. Aan mijn microfoonkabel natuurlijk. Maar ja, ik heb misschien USB, ik weet het niet, hè. Ik zit met een... Nee. Kan zo pinnetjes, hè? Ja, die pinnetjes die draai ik een keer. Zoals ik Pols en Ma wel eens een keer draai, weet je wel? Ja. En dan gaat altijd iets beter. Vaseline helpt ook. Ik snap niet wat het verschil is met zaterdag en menu. Met je geluid. Nee, ik ook niet. Nee, ik heb het nu terug op push to talkjes, alleen voice activation. Want ik ga mij concentreren. Allee, ik heb mijn settings aangepast voor het stuur. Ik hoop dat het helpt. Wow. En weg. Sam, ik heb wel geleerd dat ik een paar mensen van de weg moet afrijden. Dan worden mijn video's veel meer bekeken. Oh, dat is... Ja, dan zullen we een video moeten bekijken, Frisky. Echt schandaal. Ik heb je toch nog in gehad, hè? Met 30 seconden achterstand. Nee. Ah, shit. Thank you.
On your left. Hold your line. Hold your line. Still there. Hold your line. Hold your line. I'm out of here. Oké, Paul, succes. Yes, en succes nog en tot de volgende. Ik ga je met de controller tegen de volgende keer wat beter instellen. Oké, goed. Yo. Hey, goedjes. Dan ben ik benieuwd wie de host is, Samus. Zal ik het verklap maken? Ja, zeg het eens. Mijn moeder. Oh. Goed, die video gooi je ook gewoon weg, want dat had toch geen zin. Car right. Ja, baf. Wie knalt er tegen mij aan? Wie of wie? Het was. Was er Peter of was er René? Ik ken niet, ik zit helemaal. Oh shit, ik fell van kop. Oh, de dijk over. Dat was ik niet. Wat was er aan de hand? Alle auto's staan stil. Ja, ik was bijna op mijn zij. Ik denk dat ik weer... Ja, voilà, disconnect. Meen het? Ja. Ah, oh, fuck it. Dit is echt een rampdag vandaag. Ik zag het zo aankomen, alle auto's stonden weer stil. Wat scheelt er aan mijn PC? Kan mij dan nog in, hè? Nu, je zit qualifying, dus je zit geen punten kwijt. Wacht hè. John. Hé, maar die kerel die daar veel van die controle zet, die heeft zijn film niet gedeeld. Okay, 5 minutes to go, 5 minutes left. B2, the guy ahead has just done a 215.00. Front has just done a 216.04. Oh, maybe dancing. Can we make practice in? On your left. Clear left. On your left. Clear left. Sector 1 is 2.4 seconds off the pace. Ik kan hem nog 4 minuten. Come on! Godverdomme zeg! Nou, ze ga ik zelfs geen tijd halen. Ik ook niet, merk. Ik ben de kans genoeg. Ik heb ook nog altijd geen tijd. Ja, ik heb er wel één, maar dat is 20 seconden. Right front going into Ravenna 1. Laatste poging, denk ik.
kan dat ook niet gaan lossen. Breaking for Tamburello. Two minutes to go. Sector 1 is 3.5 off the pace. Your brake temperatures are okay. Waar is Peter ergens? Sector 2 is 2.2 seconds off the pace. Ja, ik heb die ook al een tijdje niet meer gehoord of gezien. Hij is nog vijfde. Is een microfoon uitgevallen of zo? Ah, ik zit midden in het verkeer, man. Kan niks. That's your best in the session. Sector 3 is 1.3 seconds off the pace. Checkered flag, P6. Come on! Zit aan de binnenkant, maar. Ja, zou Pietje hoor. Oh, wie was er? Voor jou, denk ik. Ja, een kap. Dat is het einde van de session. 6 plus. Dat is veel meer. Wat is Peter aan het doen? Is je stil? Nee, ik heb geen tijd. Nou, heeft wel een tijd, maar geen goede eigenlijk. Hij staat zelfs achter mij. Ja. Ik ben een pitstop aan het doen, fantastisch. Nee, het heeft geen zin. Het is een heel moeilijk circuit. Daar zit nog veel meer in. Ja. Yep. Ik denk dat die 2062 best wel te doen is hoor. Ja, die wat jonger gereden bedoel je? Ja. Ja, dat zit er wel in. Waar is iedereen eigenlijk? Iedereen is eruit hè? Ja, wacht. Ja. We zijn met... 1, 2, 3, 4, 5. Zijn er 3 aan. Paul is eruit. Dinges is eruit. Luc en... Hebben jullie een snapshot? Ja. Screenshot, je bedoelt? Ja, ja, ja. Right. Alleen, Peter is er wel. Hij heeft wel niet op ready geklikt tot nu toe. Ik kan jullie horen, zegt hij.
Ik vind dat is echt een eikel, hè. Als we er één en uit moeten gooien, is Peter wel een man. Peter, hij van de baan, jongen. Hij gaat... hij gaat reboot naar Imola, zeg. Okay, hopelijk val ik er niet uit. Ja, nog zoiets. Go, go, go! Hallo, niet meteen al beginnen te duwen. Right side. Play right. Jij durft nog altijd whisky. Dat was wel mooi, hè? Ja. Altijd, de eerste ronde heb ik al direct problemen. Just gone out of track limits. Och, rijd maar op twee wielen, jong, kom. Bam, 10 seconden kwijt. Is het normaal dat je die Clio zonder een curve op twee wielen kunt krijgen? Nee. Oké. Dat is iets niet goed met mijn controller. Want ik kan dat prima. Links, rechts en rijden op twee wielen. Het is een mooi treintje. Nee, dat is de lijn bij Mark zijn moeder. Holy fuck, man. Wow. Ja, hij begint. Wat dus? Die wagen is het begonnen. Maar Boost Brothers Flyer, maar. Ja. Ja, heel mijn koelkast zit vol bier. Ik drink niet. Wat voor domme. Ja, ik drink ook niet meer. Ook niet minder. Nou, ik heb pak minder. Ik drink niks, dus ja. Wat er nog weg? Ik daarvoor en dat doe ik nu ook, dus. Maar ik concentreer nog op die race, jongen, want... Maar dat kan toch niet? Come on! You're outside track limits there. Oeh, twee wielen. Tot tegen de rand van de map. Oh, come on, joh. 204.52.
your front into Ravatta 1. Remaining 10 minutes. Come on, keep digging. Wat, 2 seconden? Oh, for fuck's sake. Ja, heb ik ook. Eigenlijk nauwelijks over de lijn geweest. Dat is echt heel strikt hier. Ja, ik kijk er nog in. Zo. God damn it. Oh, het is slecht, man. Drie seconden in totaal. Op een gegeven moment dan bij de aansluiting kwijt, dan is ook niemand te volgen. Echt niet normaal. Jongens, ik ben er vandoor. Succes. Yo. Yo, boete. Call k.be barely at Kanel for Brack for Binding. Hey, wat is dit nou? Ongeluk gebeurd hier? Niet dat ik weet. Jawel, achter je. Twee man eraf, Peter ook. Oei. Ja, die reden wel vlak bij elkaar ook hoor. Maar die zal ik ook niet voor kunnen blijven, denk ik. We waren een stuk sneller. Ja, zeg. Out of track limits. Outside track limits. Je doet eigenlijk sneller kennen met twee. Locking your right front into Variante Alta. Thank you.
5 minutes left. Ga ik weer, hè? Allee! Waar is al de derde keer? Met dezelfde bocht, gewoon helemaal van de weg af tegen de berm. Eigenlijk tegen de muur op. Maar dat is die in de voorlaatste bocht naar ja, de zeden. Ja. Je moet gewoon rechts de remmen, hè? Daar, anders heb ik vlakken. Man. Ik heb de anders nooit nu. Godverdomme. Outside tracking, maar die is echt. Moeten we nog een rondje kleven, ja. Wat zeg je, René? Moeten we nog een rondje, ja. Ja. Looks like that was outside track limits. Jammer. Ja.
Oh, meer. Dat René hem heeft. Of ja, ja. Neurotics. Ik niet, René. Ja. Hey, je had zoveel voorsprong. Het komt wel goed, hoor. Ik heb hem inderdaad. Het zal niet meer veel zijn in elk geval. Boem, ik heb nog geluk gehad. Je hebt mij moeten missen, en Mark van achter. Mm-hmm. Netjes gedaan, Cliff. Dankjewel. Volgens mij ook redelijk foutloos, hè, of niet? Ja, behalve de laatste ronde. Ja, foutjes gemaakt, Cliff? Ja, de laatste ronde gespeed. Oh, oké. Okay. Ja. Ja, je had volgens mij iets van, het was het 14 seconden of zo voor? Ja, of zoiets. Ja, 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 zoiets, ja. Hè? Oh. Ik geloof niet dat ik echt een geweldige tijd heb gereden. Wat is je snelste tijd? 2.045. Ja, dat dacht ik al. 2 seconden langzamer. Je kon 2.05 consistent rijden. Nee, dat is mijn potential nog geen eens kunnen, maar... Okay, it's over. Bloody awful result, mate. Peter connected to the channel. 1, 2, 3. Ja, ja, we weer. Ik ga stoppen, jongens. Maar ze hebben wel hun punten kwijt, Peter, of hoe? Nee, je staat er nog in. Ik ben weg, jongens, want ik heb 2 nachtjes achter de rug, dus ik ga... Wil jullie een screenshot? Ja, Frisky, oké. Okay. Het was heinig. Ik heb toch kunnen oefenen met stuur. Ja. Het is een beetje wennen, maar het gaat toch beter en beter. Is dat beter dan met controle, vind je? Of ja, ik denk het wel. Mooi gereden, Cliff. Dankjewel. Dankjewel. Dat mooi, en Frisky, maar dat ging goed? Het ging beter en beter, ja. Ik had... Ah, netjes. Cliff is het server, hè? Ja, wat doen we? Wat was het ook alweer gezegd? Wacht even kijken, ik heb dat genoteerd. Brands Hatch of zo? Brands Hatch, ja, geloof ik. Ja, inderdaad. De Indigen of de grote? Dat moet je zelf weten. Ja, dat is ook toch. Dat weet ik niet, maakt niet uit. Kleintje? Kom je elkaar wat vaker tegen? Oké, kleintje dan. Ik kan de foto. Ik heb allemaal rood bij mij. Oh ja, inderdaad. Ja, ja, ja. Ah, je bent net op groen gesprongen. Oeps. Even kijken. Ja, overwaar. Yes. Peter, wat is er nog gebeurd op dat rechte stuk? Sorry? Nou, ik zat naast hem. En dan heb je net dat die bocht een beetje naar rechts knijpt, zeg maar. Ja, en hij komt ook veel naar rechts. Ja, wat gebeurt er dan, hè? Frisky, als je mij nog hoort, zet u een mumble af, jongen, nu een echo. Ja, ik weet het. Ik ben ermee bezig. Jesus Christ, man! Wacht, het is bekend. Dus meneer, ik kom er niet tegen dat ik een betere exit had, zeg maar. Ja. Ja.
Maar goed, ik zat in zijn dode hoek, dus als die geen crew chief hebben en die op zijn plaats loopt te letten, dan ja, dat kan dat zijn. Of vaak heb je ook geen idee weet je, dat iemand zo dicht bij je zit. Ja, en Gest zat ik ook dicht bij hem en toen ging het wel ver, dus ik ga er even uit dat het geen opzet was. Oh ja, hier had ik 3/10 van mijn beste tijd afgehaald, geloof ik. Hè. Afgelopen donderdag. Dan weet ik niet meer wat het was. Dat is wel mooi, dus met die Clio's kun je eigenlijk een heel stuk op twee wielen rijden. Man. Ik ga er weer even uit en erin, want ik heb namelijk een project kaart om zeep geholpen. Zo begonnen we met 8 en zijn we 4 over. Inderdaad. Bakveld vanavond. Hoe mooi Marik. Ik snap er niks van jongen, dit is echt niet te doen hè. Je ziet me toch klungelen hè, moet je toch denken van wat een klungel is dat toch. Waar zit een binnenkant hè? Clear right. Wow. Ik ben niet de enige die aan het klungelen is. Nee, ik ook. Sector 1 is 0.7 off the pace. Sector 2 is 0.06 off the pace. Ik ben aan het klungelen en toch is er ronde sneller. Dat is niet normaal. De leader has just done a 53.02. P2, that lap was a 55.34. Maar ik niet te raken, spelletjes. Je zit toch niet achter mij? Sector 1 is 0.7 off the pace. Nee. Oh, dat was die chauffeur dan. Oh. Ik zit achter René, allee, ver achter René. Heb ik niks gezegd. Your brake temps look good. The leader's just done a 52.66. P3, that's your quickest lap. Your lap time was at 55.09. Sector 3 is a second off the pace.
has just done a 51.46. Sector 1 is 1.7 seconds off the face. The car ahead has just done a 54.42. Sector 3 is 0.9 off the face. Oh, nice. Guy ahead's lap time is a 54.12. Sector 3 is 0.7 off the pace. Just 2 minutes left, 2 minutes to go. Mooie tijd, Peter. Dank u. Nou, jou, jij zit niet ver vanaf. Nee. The guy ahead has just posted a 53.58. Good lap, that's your quickest today. Sector 3 is 0.6 off the pace. Oh, come on. Sector 2 is 0.9 off the pace. That's your best lap in this session. Sector 3 is 0.8 off the pace. Checkered flags out, P5. Nee. Kan wel sneller, maar het lukt me niet. That's the end of the session, P5.
verder. Volgens mij kan nog een paar tien eraf, maar niet vandaag. Ja, bij mij stikt er één. Oh ja, behoorlijk, ja. Nou, jouw sector 3 is weer sneller. Ja, en sector 2. Schakel jij daar terug naar zijn 2? Ja. Oké. Okay. Maar ja, meteen terug naar zijn 3. 2 is eigenlijk gewoon voor even stabiel te houden en even... P5, even rollen. You'll need to get on with this. Ready. 15 minutes. Yo, success. Stay calm, focus. Oh, goddammit. Ik zag het gebeuren. Hoe komt dat nou, Cliff? Zo eager? Ja. Oh, Peter, mooi jongen, handrembootje. Nee hoor, is gewoon met voldoende. Hoe noem je dat? Voldoende rembalans achter. Dat is mijn rijstijl. Dat ligt goed in die Clio. In short is dat in de pit, oké. Is dat niet in de weg? The gap in front is increased. It's now about 1.5. Dat was ook mooi, of niet? Ah, jouw ging ook wel lekker mee. Ik was op twee wielen weer. Ik dacht, die van mij was impressive, maar ik zie in één keer eentje op twee wielen achter in mijn achterkijkspiegel. We zijn echt twee W4 alleen, hè? Beetje rook wegleggen, René? Ja, dat moet ik. René! Dat was voor de show, hè? Twee jullie, dat kan ik ook. Ja, dan valt hij stil. God, onder u. Hebben jullie de rembalans op staan? 48, oh sorry, mijn fout. You just got out of track limits. Sorry Peter? Nee, ja, maar ik dacht dat je daar wel harder ging, maar dat was mijn inschattingsfout. Sorry. Maakt niet uit. Ik kon het nog enigszins corrigeren. Jij bent er niet af, ik ben er niet af, dus... Ah, het is op het randje rijden, dat is het leuke ervan. Ja. Thank you.
jouw exit is dat beter, maar mijn op de bocht afgaan gaat bij mij niet sneller. Dus er is just in het midden, denk ik. Ja, dat geloof ik wel, outside track limits. You're out of track limits there. Okay, Mark, 10 minutes to go. That's 10 minutes left. To 16 seconds. Even uitwijken voor jou. Ja. Oeps, wat is gebeurd? Zat jij ernaast, Cliff, of wat was het? Wat zeg je? Zat jij er even naast of iets? Of wat was gebeurde er nou? Ja, ik ging de bocht niet halen en ik kwam in het zand en trok heel snel naar de andere kant. Oh, naar jouw kant. En ik wou dat ontwijken en daardoor ben ik dieper in het zand beland. Ja, de laatste, dat zag ik. En dan probeerde ik weer te ontwijken, maar... Nou, ik denk van, er is iets gebeurd, want anders kom jij niet in één keer zo mijn kant op. Nee, ik probeerde het te ontwijken. En... Ja. Ja. Het was zand of jij. Ja. Ik ken het gevoel. The gap in front has increased. It's now about 18 seconds. Nou, goed, beter in tweede, denk ik. Nee, ik verlies het in die bocht naar beneden. Niet zo makkelijk. Ja. Gewoon, je ziet dat op een gegeven moment aan de linkerkant zie je een bordje staan. Eén autolengte na dat bordje trap je keihard, laat je hem half los en dan stuur je in. Dat is alles. Ja, dat zo eenvoudig. En dan gas erop, hè, door die bocht. Ja, moet ik zeggen, nou ben ik het aan het uitleggen en dan rij ik ernaast. Leg er nog eens uit, want ik heb niet goed gereden. Hij leert sneller, hè, die René.
Hij valt altijd stil in die boot bij mij. Ja, je moet gas gewoon eigenlijk meteen erop zetten. De Clio moet je eigenlijk niet de rechtervoet van het gas overhalen. Eigenlijk niet. Je moet maar eens remmen, vol remmen, met gas vol in. Dan remt hij ook gewoon. Dus dat bord, de laatste bord aan de linkerkant, één autolengte, rem hard in, zachtjes uit. En dan vol het gas door die bord. Naar buiten, naar René. That's 5 minutes to go, 5 minutes. Hoe ga je naartoe? Rally rijden. Ja, ik probeerde op knopje C te drukken. dat is gelukt. Ja, daar heb je shortcuts voor. Nou staat hier potential lap, die rondetijd. En die moet op fastest lap staan. Maar Hallo, come on! That might be outside track limits. Mooi gedaan, René. Meteen afschaffen, zo'n foutje. Ja, maar voor hoe lang duurt dat, hè? Wie weet, maak direct weer een fout. Nou, gaan we eens kijken hoe jij die bochten neemt. No pressure. Neem niet voor mij een voorbeeld, hè. Nou, iets naar buiten laten lopen. Nou, best redelijk. Ah, nee! Ja, dat is stom. Veel te ver naar buiten laten lopen. Dit rechts, hè? Ja, ik weet het. Pak hem maar. We hebben niet aan met twee door die Prinsjesbocht. Je left front is hot. Pak je wel bij de hairpin. Nou, niet gelukt. Netje gereden, hè? Foutje? Jo, die stuiter die te veel, hè? That's 2 minutes left. 2 minutes. Ik zie net hier een monster op me afkomen. Ja, dat ging mooi geleid op. Ja. Oh ja, ik maakte daar een klein enthousiast foutje. Oh, ik moet hem teruggeven, René. Kom maar. Waarom dat? Ja, geen idee. Was er nergens voor nodig, dacht ik, of wel? Ja, blijkbaar. Ik zou niet weten waarvoor, maar... Nee, geef hem je zo terug, hoor. Nee, joh. Geef hem anders aan mij, jongens. Zeg, geen ruzie maken. Zet je even aan de kant van de weg en... 53.83. Godverdomme. Ja, kom voorbij aan de binnenkant. Dat sloeg nergens op. Kom maar. Ik snap dat ook niet helemaal, maar ja, goed. Computerset, zo. Jo.
Nou, die clip is zo, dit blijft ook niet veel weg. You're a second off the pace in sectors 1 and 2. Sector 3 is 0.5 off the pace. Alright, Mark, your lap times are pretty consistent. Nog een rondje. Yes. Oh! Oep, Red Cliff er vanaf. Zonde. Wat is jouw snelste Cliff? In een 50-4. Oké, ik een 0. René zal ook al zoiets hebben. Mislukt. Helaas. Ik denk ik pak hem lekker bij. Kijk of ik snelheid mee kan nemen, maar dat ging niet. Ja, je kunt daar twee lijnen rijden. Je kunt daar de buitenkant pakken, ja. Of helemaal de binnenkant. En dat maakt niet zo heel veel uit in tijd. Nou, dat is echt een leuk race. Nou. Oef. Ik had sowieso 2 seconden in mijn broek, Peter, dus je had je sowieso. Oh ja, oké. Het zat lekker dicht bij elkaar, dat is wel leuk van die Clio-klasse. Ja. Eens kijken, wat waren de snelste tijden? Ik ben wel eens benieuwd. 51.054. Oh nee, ik heb 51.47. Dus, en al als die tijd van afgelopen donderdag ingevoerd was, dan heb ik in mijn hoofd zitten dat het 50.8 was. Ja, dat was zoiets, ja. Ja. Maar ga dat dan, ja, nou er niet aankomt, hè? Nou ja, goed. Ja, maar dat zijn maar 2/10. Dat is, nou, op dit circuit is. Ik zou nou zeggen dat ik toch wel een rondje redelijk perfect heb afgelegd. Maar waar zit die 2/10 dan? Ach ja. Ik heb nooit het gevoel dat het perfect is. Ik merk gewoon aan die naar beneden toe, zeg maar, daar laat ik veel liggen. En het indraaien naar het rechte stuk toe ook. Dan denk je van, ja, hoe neem je die nou optimaal? Wat is daar nou goed? Dat is oh, die herpin die daarop volgt, of wat bedoel je? Nee, gewoon het rechte stuk. Dus, ja, die is moeilijk, hè? Die is leuk. Ja. Ik neem die vrij laat. Jullie remmen allemaal veel eerder dan ik, zag ik. Vooral Cliff. Ja, wat dan? En, nou, die laatste bochtcombinatie, ja. Zeg maar. Ja. En René, die gaat hem wel redelijk hard in. Maar het scheelt allemaal niet zoveel, volgens mij. Uiteindelijk. Ja, de Clio houdt wel van iets vroeger, iets minder, maar wel vroeger remmen, om dan sneller uit te komen. Dat is enorm ook, goed. Maar... En ook iets vroeger insturen, heb ik het idee. Ja, ik denk dat hij dan, dit is gewoon met de controller, zeg maar, is die goed te doen, omdat het eigenlijk het is of remmen of gas geven, maar er zit niks tussenin. Dus het is, ja, weet ik niet. Dus kijk, je kunt hem eigenlijk, zo gauw als je geremd hebt, moet je eigenlijk meteen op het gas. Ja, dat direct. Is waar, dat is vol, waar. Vol op het je gas moet gewoon. Tractie hebben in ieder geval, ja. Goed, heren. Dat was leuk. Hey, weer bedankt.